De Rotterdamse haven, tussen Hoek en Rotterdam, ligt een heel klein prachtig dorpje dat in de verdrukking kwam. Rozenburg, zo heet het plaatsje, het mooie eiland van weleer. Landerijen, boerderijen, het natuurgebied de Beer. Opgeofferd deze parel, opgeslokt door Rotterdam. Wat nog restte was de landtong, gelegen tussen pijp en vlam. De familie Liefwaard woont al 4 generaties lang in Rozenburg. Ze maakten van dichtbij mee hoe de natuur plaats moest maken voor de industrie en de Rotterdamse haven. En nu lijkt het laatste stukje groen, de landtong, ook in gevaar te komen met de komst van een groot distributiecentrum. Ik heb het van begin af aan eigenlijk bij Van Verolmen tot Europoort heb ik het meegemaakt. Eind 40 was er waarderijk al plannen dat Rotterdam ging uitbreiden richting deze kant op. Nou, in nog geen 10 jaar tijd is dat oorspronkelijke dorpje Blankenburg is van de aardbodem verdwenen. Daar ben ik geboren. En daar is mijn moeders geboren in 1931. Bij de Vopak, waar nu die windmolen draait, daar stond onze boerderij. Wij waren een van de laatste die daar onteigend en verdwenen zijn. Dit destillaat wat je nog hebt aan groen en rust, dat je dat dan ook nog moet opofferen, ik vind het eeuwig zonde. Don't it always seem to go, that you don't know what you've got till it's gone. It paid paradise, put up a parking lot. Dat stuk daar, dat gaat helemaal volgebouwd worden als het aan het havenbedrijf ligt. Met grote grijze blokkendozen. Else spreekt voor de bezorgde Rozenburgers tijdens de commissievergadering Kleine Kernen in het stadhuis. In de hoop dat de gemeente de plannen van het havenbedrijf nog kan tegenhouden. Dit is niet duurzaam, dit is niet groen en dit is zeker niet attractief voor de Rozenburgers en ook voor mensen uit de omgeving die hier regelmatig komen. Die dozen moeten hier beslist niet komen en dat ga ik zeggen. In mijn jeugd heb ik hier echt al mijn dagen doorgebracht. Struinen in de natuur, boten kijken, jutten langs de Maas. Dat heeft me best wel gevormd. Nu staat dit laatste stukje natuur in de wijde omgeving staat op de tocht. En dat raakt me enorm. En ik heb gewoon besloten van ik kom in beweging. Zometeen is er een inspreekmoment in het stadhuis. En ik heb een liedje geschreven en dat ga ik met de accordeon ten gehore brengen. Groene parel in de haven, mooiste rafelrand van het land. Mag niet ook nog eens verdwijnen, kom in actie, hand in hand. Hand in hand, kameraden, hand in hand. Voor Rozenburg, geen woorden maar daden, leven Rozenburg. Het is onwaarschijnlijk dat de Rozenburgers nog iets kunnen doen tegen de komst van het bedrijf waarvan we de naam niet mogen weten. Het lijkt erop dat gemeente en havenbedrijf toen een verkeerde beslissing hebben genomen die ze nu niet meer terug willen draaien. Geef ze geen grote kans. De spelregels in Nederland voor dit soort ingewikkelde zaken worden voornamelijk gespeeld bij de vaststelling van hoe gaan we terreinen gebruiken in Nederland. En dat leg je vast in bestemmingsplannen. En soms heb je ook dat bestemmingsplannen gewijzigd worden. En dan heb je weer een moment waarop je met elkaar daarover in overleg kan gaan en daartegen bezwaar kan maken. Dus ze hebben een kans gemist eigenlijk toen? Ja, je hebt dan op dat moment een kans gemist. Groene parel in de haven, mooiste rafelrand van het land. Mag niet ook nog eens verdwijnen, kom in actie, hand in hand. Mag niet ook nog eens verdwijnen, kom in actie.